Ik werk zelf op de taxi en ik stond op een vrijdagavond om 11 uur ergens in Noord. Toen kreeg ik een ritje aangeboden in Tuindorp Ozaan. En toen zag ik Wesley, die hier ook voetbalt, en Nick naar voren komen. En toen kwamen we een beetje in gesprek. En die moest ik naar het Remmelsplein brengen. En toen zei Nick, hoe zit het nou? Want ik heb Bali gevoetbald, ik ben uitgevoetbald. Ik wil wel bij HBK komen voetballen. Kom, ja, door Tom. Nou, ik zeg, dat is perfect. Dat zou, ik dacht eerst dat hij een geintje maakte. Het zijn een stuk of 7, 8 jongens die ik al kon, zeg maar. Dat zijn allemaal jongens uit het Noord. Ik ben hier opgegroeid. En, ik lekker dat Amsterdamse zit er weer in. En dat vind ik heerlijk, man. Dat vind ik echt lekker. Kom op, man. Ik geniet gewoon van het spelletje. En of het aan de derde klasse of in de Eredivisie, dat maakt me helemaal niks uit. Derde klasse HBOK stunte een paar weken geleden met de komst van Nick van der Velde. De Amsterdammer speelde de afgelopen 2 seizoenen in Indonesië, maar koos er bewust voor om te stoppen met profvoetbal en een terugkeer naar Nederland. Nu is het gewoon in de middag bij AZ en dan hier in de avond trainen, 2 keer in de week. Ja, dat past precies in het plaatje. Bij AZ loopt hij mee in de jeugdopleiding. Van der Velde gaat zich richten op zijn trainerscarrière. Bij de Alkmaarders beleefde hij ook het hoogtepunt van zijn carrière. Van dat elftal volgens mij, waren het volgens mij 17 internationals. Dus als je dan gewoon speelt daar dan, en dat meemaakt allemaal vanaf het begin, hè, dat hele proces naar het kampioenschap. Ja, dat is uniek. Dat was gewoon echt een droom die uitkwam. Dat je gewoon het kampioenschap van Nederland wint. En dat zal ik altijd koesteren. Het mooiste moment beleefde hij dus in Alkmaar, maar het gekste moment beleefde hij in Waalwijk bij RKC. Nou, ik heb wel eens meegemaakt met Mark Votte. Ik ging toen in gesprek bij RKC, was dat een van mijn eerste jaren. En ik had een gesprek aangevraagd, want ik wilde verhuurd worden. En toen kwam gewoon in de trainerskamer, dus moet je eerst gewoon het trainerskantoor kom je binnen en daar heb je de trainerskleedkamer. En dan zat Ricky van den Berg, die kwam gewoon met een brandslang binnen en die spoot ons helemaal nat. Daar kan je eigenlijk met je hoofd niet bij, maar dat is wel echt iets geks wat ik meegemaakt heb. Dan denk ik van, ja, hoe komt het in je hoofd op om een trainingskamer binnen te lopen en die brandslang gewoon... Hoe reageerde Botte? Wat doe jij nou, weet je? Dus, ja, het is eigenlijk, ik kan het ook niet voorstellen dat ik het, of, ja, dat ik het zou doen. Het zou niet eens om opkomen, maar hij kwam gewoon die kleedkamer binnen. Hij spoot al zijn kleren nat en het is best wel hard zo'n straal, hè, als je die erop krijgt. Dus dat is wel een van de gekste dingen die ik meegemaakt heb. Ja.